De moderne maatschappij vraagt steeds meer aandacht voor mentaal welzijn. Maar wat nou als je geen neurotypisch brein hebt, maar neurodivers bent? Neurodiversiteit is een non-medische term die individuen beschrijft waarbij het brein anders ontwikkeld is of anders functioneert dan bij neurotypische mensen. Elk individu heeft unieke kwaliteiten en verschillende behoeften om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Maar veel werk- en leeromgevingen zijn voornamelijk gericht op neurotypische normen. Dat maakt het moeilijk voor neurodiverse mensen. Zij moeten zich aanpassen aan normen die niet altijd geschikt voor hen zijn. Als we willen dat iedereen gelijke kansen krijgt in een werk-, onderzoeks- en leeromgeving, is het van belang om rekening te houden met neurodiversiteit. Stilteruimte en prikkelarme omgevingen kunnen bijvoorbeeld helpen. De HVA streeft ernaar om de functionaliteit van elk individu voorop te stellen. We willen een omgeving creëren waarin iedereen zich ondersteund voelt en waarin rekening wordt gehouden met diverse behoeften. Dit betekent het bieden van nodige aanpassingen en het actief luisteren naar de stemmen van neurodiverse studenten en medewerkers.